Dames en heren, zijn jullie klaar om mijn haar te zien? Ik ben al de kapper geweest, mijn haar is geknipt. Het is tijd om mij te zien met geknipt haar voor de eerste keer in maanden. Zijn jullie er klaar voor? Sowieso niet, jullie zijn niet klaar om mijn hoofd te zien zonder haar. Daarom ben ik helemaal nog niet naar de kapper geweest. Ik had jullie bij de ballen. Jullie dachten allemaal dat ik naar de kapper ging gaan, dat ik dit ervan ging knippen. Zij 1 april! Ik ga helemaal niet naar de kapper gaan, de fuck dachten jullie? Dat ik dat meende, dat ik echt naar de kapper ging gaan. Mensen die vroegtijdig kaal worden, haten het dat ze kort haar hebben. Dus ik geniet gewoon even van mijn lange haren en ik ga ze nog laten groeien tot ze tot hier komen ofzo. Kunnen jullie je inbeelden hoe ik eruit ga zien als ik echt super lang haar heb? Lijk ik op die mensen van Lord of the Rings zo. Zo mijn haar tot daar en dan een baard. Het is tijd voor een nieuwe 5 liter fles water. Vandaag een speciale video. Vandaag gaan we doen waar ik het allerbeste in ben. Prank callen. En we gaan niet zomaar prank callen. We gaan werk zoeken. Bij verschillende winkels in België en Nederland. Zo zat ik te denken aan Kruidvat, Zeeman, Lokker, Bart Smit, McDonald's. Snap je, dat zijn winkels of dingen waar mensen zonder diploma gaan werken. Kunnen graag. Smash dus zeker een duimpje omhoog als jullie meer prankcalls willen zien op mijn kanaal. En zo niet, smash dat geen likeje. Als deze video goede views heeft, doe ik het wel meer. Zo niet, dan doe ik het niet meer. Stop ik er gewoon mee. Zal jullie niet langer laten wachten. Doen even de prankcall bril aan. Dat is al beter. Leuk. Quickfish van de dag komt aan het einde van deze video. Dus kijk even deze video uit. Kijk alle advertenties en zo. Zet je adblock uit. Dan op het einde van de video krijgen jullie de pick. Oké. Okay. Dit nummer is niet toegekend. What the fuck? Uw correspondent is. What the fuck? Hallo? Hallo? Ik bel voor een sollicitatiegesprek. Ja? Ik heb wel geen diploma, maar ik denk niet dat dat een probleem is. Nee, maar ik heb voor de moment niemand nodig, mevrouw. U spreekt met een meneer, hoor. Ah, sorry. Ik ben net ontslagen op mijn werk en ik heb een nieuwe job nodig. Nee, ik heb voor de moment niemand nodig. Maar u kan toch altijd iemand ontslaan? Hallo? Ja? Ik zoek echt dringend werk, want mijn moeder heeft mij ook uit het huis gezet en ik heb geen geld om zelf inkomen te betalen. Ik kan toch iemand ontslaan om iemand nieuws aan te nemen? U kan dat wel doen. U heeft ja? De... Ja, zeker. Oh, okay. Ik kom deze middag even langs voor een verder sollicitatiegesprek. Dan moet dat afspraak hoor. Vanmiddag heb ik daar geen tijd. Kan ik dan nu even een afspraak maken? Maar ik kan geen sollicitatiegesprek inplannen als ik niemand nodig heb. Maar u heeft wel iemand nodig om de rekken aan te vullen. Nee, ik heb personeel genoeg. Bent u dat wel zeker? Ja, dat ben ik heel zeker. Bent u dat heel, heel zeker? What the fuck? Fuck! Ik heb werk nodig! Oké, de zeeman is misschien niet echt de oplossing. Kruidvat misschien? Oké, we gaan iets anders proberen. Kruidvat Blankenbergen, goedemiddag, maar... Goedemiddag, spreek ik met de Kruidvat in Blankenbergen? Ja? Ik had net met een van uw collega's in Antwerpen gebeld en die had mij verteld dat jullie nog op zoek waren naar werknemers. Nee, we hebben geen meer nodig. Kunt u niet iemand ontslaan? Nee. Maar ik zoek werk en uw collega's in Antwerpen hadden gezegd dat ik kon contact opzoeken met jullie. Nee, we hebben niemand nodig. Ook niet om de rekken aan te vullen? Is dat een grap of zo, meneer? Dit is zeker geen grap en ik vind het helemaal niet leuk dat u denkt dat dit een grap is. Kan je werk zoeken in deze wereld? Er is een economische crisis. Ik verdien geen geld meer met YouTube. Niemand wil dat ik kom werken voor hen. Wat moet ik doen? Ik ga dakloos worden. Ik ga op straat eindigen. Ik ga werkloos worden. Oké, dus zeeman wil mij niet. Kruidvat wil mij ook niet. Kan je nog dieper zakken? Ik bedoel, is er nog iets lager dan die twee dingen? Ik weet het niet. Er moet toch nog een winkel zijn die zo bodem is van de maatschappij waar ik ook kan werken zonder diploma. Misschien Blokker. Blokker wil je in daar? Goeiedag, spreek ik met de Blokker in Brugge? Het is te zien welke Blokker in Brugge? Spreek ik met de Blokker in de Geldmuntstraat 3? Ja. Nou, ik bel voor een sollicitatiegesprek. Ja. Ik ben net ontslagen en ik zoek nieuw werk. Ja. Ik heb wel geen diploma, maar ik denk niet dat dat een probleem is.
Ja, dat weet ik niet, want ik ben niet... Heeft u een diploma? Alsjeblieft? Heeft u een diploma? Ja. Dus ik moet wel een diploma hebben om in de blokker te werken. Dat hangt ervan af, wat zij allemaal geleerd hebben. Nou, ik heb geleerd om filmpjes te maken op het internet. Ja. Misschien heeft u nog een plekje vrij voor mij in de blokker in de Geldmuntstraat 3. Dan moet je zelf eens binnenkomen met een cv, want ik kan dat niet via telefoon. Een cv? Wat is dat precies? Dat je uw gegevens noteert via de computer en u print dat dan af en dan brengt u het hier binnen in de zaak. Kan ik misschien eens langskomen? Dat kan je doen, ja. Dan kom ik straks even langs met mijn cv. Ja. En als je dat op internet zoekt, staat er daar ook informatie op hoe je zoiets aanmaakt. Oh, oké, dankjewel hoor. Ja, dag hoor. Dag, nog een goede middag. Ja. Zo vet je werk, zo doe je die shit. Zelf die mevrouw is zelf ook echt niet wat een cv is. Een cv is dus een curriculum vitae. Je schrijft daar zo alles in, wat je kan en zo, en waar je al hebt gewerkt en waar je naar school bent geweest en zo. Ik weet niet wat zij zei, ze heeft sowieso geen diploma. Maar oké dan. Voor mensen die vragen van waar ik dit accent heb. Ik had een paar weken geleden iemand aangereden op het station met mijn skateboard. Echt volledig per ongeluk, dat was niet de bedoeling. En die meneer hield mij tegen en die zei zo heel serieus. Kijk jij nou eens uit met jouw loopplank? Maar hij boog zijn mond zo echt heel zo. Dat probeer ik dus ook met die prank. Als gewoon echt zo, hallo. Snap je, dat is fucking grappig. Ik weet niet hoe die mensen daarop reageren of waarom zij normaal blijven doen tegen mij. Maar oké, ik heb wel werk gevonden nu, dus wat is het volgende? Wat is het volgende wat ik kan doen? Misschien moet ik bellen aan de klantenservice van de Leize. Dus de Leize is zo hetzelfde als Albert Heijn, zo is de supermarkt. En zeggen dat ik iets heb gekocht dat helemaal beschimmeld was van binnen, dat ik mijn geld terug wil. Dan ook met dat accent. Fucking nice. Proxy de Leize, goedemiddag. Goedemiddag, spreek ik met de Proxy de Leize in Brugge? Ja. Ik was net een pakje ham komen halen bij jullie en deze is beschimmeld. Ja, dan moet je die terugbrengen. Kan ik die nu terugbrengen, nu meteen op dit moment van de middag? Ja. En krijg ik dan mijn geld terug? Ja, of een nieuw pakje ham? Ik wil graag een nieuw pakje ham en mijn geld terug. Is dat ook mogelijk? Dat weet ik niet hoor, meneer. Want ik was net van plan om een... ik kan het niet, sorry. Ik kan het niet. Wat ik wou zeggen. Oh fuck, dit is zo moeilijk. Het is zo moeilijk om je lach in te houden, what the fuck. Ik wou dus zeggen dat ik net een boterham ging maken met een plakje ham. En dat deze beschimmeld was. Fuck, dit is moeilijk. Kutzooi. Gewoon omdat ik hoorde daar mensen op de achtergrond aan het lachen waren en zo. Jesus Christ. Oké, we proberen het nog eens. Albert Heijn Brugge, goedemiddag. Goedemiddag, spreek ik met de Albert Heijn in Brugge? Ja. Ik was net een wit broodje komen halen bij jullie, maar deze is niet meer goed. Oei, dat is vervelend. Dat is zeker vervelend. Ik was net van plan om een boterham te eten, maar deze is dus niet meer eetbaar. Zou ik dit broodje kunnen terugbrengen? Natuurlijk, dat is geen enkel probleem. Kan ik dat op dit moment doen? Ja hoor, geen enkel probleem. We kunnen nu gewoon ontvangen. En we gaan voor u kijken wat we voor u kunnen doen. En dan moet ik gewoon naar de kassa komen met mijn brood en dan krijg ik een nieuwe. U kan komen naar het onthaal en dan kunnen we even kijken wat er mis is. En aan de hand daarvan kunnen we voor u eventjes een oplossing zoeken. Oké, ik geef u even mijn gegevens door. Mijn naam is George. Ik zal het opschrijven. Ik kom zo meteen met de tram. En dan stap ik over op de bus. Dat is prima. Ga nou, noteren. Een wit brood. Een wit brood van 125 gram en deze is beschimmeld. Beschimmeld? Oei oei. Ja, dat is heel eigenaardig, ja. Ja, inderdaad.
Komt u maar naar het onthaal en we gaan al het nodige doen. Laat dat ook even weten aan de bakker van dienst, want ik vind dit helemaal niet kunnen. Daar geef ik u inderdaad groot gelijk en ik zal het voor u doorgeven. Dankjewel, hoor. Oké, vriendelijk bedankt. Nou. Dag, hoor. Mijn naam is George. Ik heb een naam uitgevonden van dit personage. Mijn naam is George. Deze ging heel erg goed, ja. Pikvis van de dag, dames en heren. Is vandaag deze gekke pikvis. Ik meen het, als ik deze zou kunnen tekenen met graffiti ergens op een trein of zo. Of ergens in een station. What the fuck? Deze is echt crazy. En deze is gemaakt door Ian Massimaki. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Dat is Ian Massi. Bedankt voor deze pikvis. Ik vind hem geweldig. Ik vind echt een hele vette pikvis. Dankjewel, Dick Shirt. Nee, dit is de pikvis van de dag. Dit was de video, dames en heren. Tot de volgende keer. Ik ben Acid. En ik ben George. Bedankt om te kijken naar deze video. Nou, dag, tot ziens en een goede avond.